Hallo allemaal en welkom bij Fuck TV aflevering nummer 70. Op afstand, zo mooi synchroon, ik vind het knap. Ja, dat is echt heel goed. Hey, hartstikke leuk jongens, we hebben namelijk een vraag gekregen. Ik zat in onze box te scrollen en ik kwam een mailtje tegen van Kim uit Aalst. En die is best wel aan het zwoegen met de scriptie. Lekker aan het onderzoeken, maar was nu een beetje voorzichtig naar conclusies toe aan het werken. En zei ze, ik ben er nog wel een beetje mee aan het worstelen. Help, hoe schrijf ik nou hele goede conclusies? Nou, dat is wel een interessante vraag, denk ik. Want ik denk dat onze studenten op dit moment een beetje in dezelfde fase zitten. Dus misschien dat jij wat kunt toelichten, Joris. Conclusies, hè? Wat dienen ze eigenlijk voor? Ja, hartstikke leuke goede vraag. Inderdaad, een vraag waar heel veel studenten jaar in jaar uit mee worstelen. Wat dienen ze voor? Ja, het is natuurlijk het moment dat je eigenlijk de balans opmaakt. Hè? Je hebt ooit een aanleiding gehad om onderzoek te doen, daar een heel onderzoek voor ingericht. Heel veel onderzoeksactiviteiten gedaan, daar is heel veel uitgekomen. En nu ga je het afsluiten en maak je de balans op. En dat betekent dat je, om te beginnen, toch probeert echt de dingen met elkaar in verband te brengen. Want je hebt een brei aan onderzoeksgegevens gekregen. Die zijn in de tijd achter elkaar binnengekomen, ontstaan. En nu is het moment om dat met elkaar in verband te gaan brengen en te gaan kijken, ja, wat levert dat alles bij elkaar nou eigenlijk op? En wat is dan uiteindelijk, ja, in grote lijnen het antwoord op de vragen die ik gesteld heb? Dus eigenlijk ook een hele cruciale fase, zeg maar. Alles komt daar samen. Ja, dus ik zeg altijd, er zijn bij onderzoek heel veel plekken waar je het goed en fout kan doen. Maar een goede aanleiding en een goede conclusie, ja, die helpen enorm. Vooral ook als je bedenkt dat heel veel lezers zich waarschijnlijk daartoe zullen beperken. Ja, ik pak eigenlijk een soort van, ik ga daar lezen. En als je dan naar conclusie kijkt, wat is dan een beetje een handige structuur? Nou, ik zeg altijd, zoom eerst uit. Hè. We zijn helemaal de diepte ingedoken met het onderzoek. En nu is het moment om even te kijken, wat is er ook alweer aan de hand? Mm-hmm. Even opnieuw te gaan in kaart te brengen van wat hebben we dan gedaan en wat is daar uitgekomen. En dan is het slim om een aantal dingen met elkaar in verband te gaan brengen. Om de lijntjes bijvoorbeeld te gaan leggen tussen je theoretisch kader en de antwoorden van je verschillende onderzoeksmethoden. Om te kijken, ja, hoe verhouden ze zich nou tot elkaar en hoe verhouden de resultaten van de verschillende onderzoeksmethoden in het veld zich ook weer met elkaar. Want alleen zo kun je komen tot een mooi compleet antwoord. Oké, dus het gaat eigenlijk trouwens best wel lastig lijkt me. Heb je dan wat voorbeelden van fouten die erin gemaakt gaan worden? Ja, wat je wel regelmatig verkeerd ziet gaan, is dat de auteurs van scripties in die conclusies dan nog opeens, ja, nieuwe informatie gaan toevoegen. Mm-hmm. Er komt opeens een nieuwe bron, nieuwe info. Ja, dat kan eigenlijk niet. Hè? Je bent de balans op aan het maken van alles wat je gedaan hebt. Dat betekent niet dat je weer nieuwe informatie in gaat brengen. Dat is gewoon niet handig. Wat je ook nog wel ziet is de ik-vorm dat die gebruikt wordt. Dat is in de hele scriptie, behalve het voorwoord, al niet handig. Maar zeker ook in de conclusies niet. De lezer die wil, ja, het is eigenlijk een beetje iets geks aan de hand. Die lezer die wil weten wat jouw balans is van je onderzoek, zoals jij hem opmaakt. Maar dan wel op zo'n manier dat het lijkt alsof ieder ander dezelfde conclusies zou trekken. Dezelfde balans op zou maken. Dus jouw persoonlijke mening, die hoort daar niet bij. Het gaat wel om jouw interpretatie. Maar die interpretatie die zou door eigenlijk een andere onderzoeker die hetzelfde gedaan heeft, ja, hetzelfde moeten zijn als het ook een slim figuur is. Okay. Ander foutje wat ik wel best vaak tegenkom is gestoei met tijden. Eigenlijk moet je het zo doen. Alles wat over het onderzoek gaat, staat in de voltooide tijd. Dit onderzoek heeft zich gefocust op. Er is gevraagd aan respondenten. En de resultaten die geef je in de tegenwoordige tijd. Dus bijvoorbeeld 40% van de doelgroep vindt het interessant om weet ik veel wat te doen. Als je daarna gevraagd hebt. Dus dat wat je gedaan hebt qua onderzoek in de voltooide tijd, met een voltooid deelwoord. En de resultaten in de tegenwoordige tijd. Ja. Hebben we dan nog een dingetje, want ik had wat opgeschreven nog. Nummer 4, kom. Incompleet, dat zie je ook wel eens. Dan denk je van, dat onderzoek heeft echt veel opgeleverd. En dan gaan die conclusies in hele snelle halen, hoe heet dat? Drie keer klappen thuis. Nee, ja, dat komt niet op het spreekwoord. Maar dan, en met als gevolg in ieder geval, dat de conclusies lange halen snel thuis. Zo is het, geloof ik. Daar hoop ik dat ik het nou goed heb gedaan.
Met als gevolg dus dat die conclusies incompleet zijn. Dat je er niet uithaalt in je balans wat erin zit. En dat is doodzonde. Nou, 4 interessante tips volgens mij om fouten te voorkomen. Een ander dingetje wat volgens mij vaak naar voren toe komt, is hoe lang moet iets zijn? Dat dus krijgen we eigenlijk op allerlei rapporten en analyses die vraag van studenten terug. Maar ook, heb jij een beetje een aspect van hoe groot of hoe lang moeten die conclusies eigenlijk een beetje zijn? Ja, ik heb een soort van vuistregel voor alles wat compact moet zijn en toch volledig. En dat heeft denk ik een beetje te maken met de psychologie van de lezer ook. Maar eigenlijk geldt voor al die dingen, want het geldt ook voor, in mijn beleving, voor een management summary. Minimaal 1 A4, maximaal 2 A4. En de ideale lengte ligt daartussenin op ongeveer 1,5 A4. Dat geldt ook voor conclusies. Meestal als je meer hebt, gaat de scherpte eruit. Ga je mensen opzadelen met te veel leeswerk en irritatie. Is het minder, dan ben je meestal incompleet of niet gedetailleerd genoeg. Okay. En 1,5 A4... Ja, 1,5 A4, dat is pak een beet, denk ik, 600-700 woorden, zoiets. Nou, moet je maar even tellen in je Word-programmaatje. Okay. Hartstikke handig. Hey, heb je nog een laatste tip voor mensen die aan de slag gaan met conclusies? Ja, een goede final check om te doen is mensen de conclusies te geven. En ze te vragen van, joh, begrijp je waar dit onderzoek over gaat? Begrijp je wat ik heb gedaan? Begrijp je wat er uitgekomen is? En heel belangrijk, kun je in grote lijnen voorspellen wat ik nu ga adviseren. Als al die vragen beantwoord kunnen worden, dan denk ik dat je goede conclusies hebt geschreven. Oké. Nou, ik vind dat je goed bezig bent geweest voor Kim uit de Haast om de boel te beantwoorden, Joris. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Mocht je nu ook een vraag hebben, schroom niet. Stuur het vooral naar het e-mailadres wat hier naar voren toe komt. En wie weet behandelen we hem wel. En voor nu, dank je wel voor het kijken en tot ziens maar weer. Saludos. Doei doei.